Een jaar of 8,5, 19 jaar. Begin jaren 70? Ja, dat gaat. Voor dich. Maar het was al veel eerder, het stokkerreis. Het stokker is later gekomen, want ik ben uit het zuiden, ben ik een met 7 Ramijker het eerste begon hier in het zuiden met stokker te boeren. Mm-hmm. Dat waren een van de eerste. Maar we waren dan voor racersveur, want ik heb me herinneren, op dat Aroda-veld, hoe nu Isalik, daar wordt vroeger gesleuteld. En dan gingen ze met de wagen naar boven langs de tribune en dan wordt de wedstrijd gehouden. Ja, ja, dat wordt gewoon... Maar wordt dat geen stokken? Wordt dat andere... Nee, dat waren gewoon normale auto's. En zo later zijn dat, nou, ongeveer jaar, twee jaar, zijn dat langzamerhand zijn die aanstokkers geworden. En een stokker is gewoon van allerlei onderdelen. Van verschillende auto's maken ze één wagen van. Ja, dat... Zo ongeveer. Ja, dan maken ze gewoon een chassis. En dan van de chassis die ging ze een paar wielen opzetten en daar begon ze te boeren als een motorkap van een vrachtwagen. Ik heb een keer van het Filipijn volgt die. Ja, als we kijken van dat een beetje van die Engelsen naam. Nou. Tegen zo'n einde koos ik ingeveer aan het zwemmen. En waarom ging ik gaan zwemmen in Gelein? Ik moet je even vertellen, op dat touw gemengd was. Ik heb nog nooit zoveel onder water gezwommen als toen. Dat was één. En vervolgens ben ik ook naar de Speedway gegaan. Ik snap er altijd niet waarom ik naar Speedway motorraces ging. Ik ben later nog niet meer geweest, omdat een van die motoren over, zo dwars over mijn nijfree, Peter Hermersoet, gaat gekomen. En dan was even over bank, gingen we nooit meer naar de Speedway gegaan. Ander verhaal is dat we natuurlijk gewoon allemaal K94 koosten. Daar gingen we naartoe. Maar heel veel mensen van Gelein, die komen allemaal naar Eindekoers. Want daar had ik dan Karne opgericht. En er waren twee vlammen in Gelein. Eén in Til en andere in Roda. En die komen ook naar Karne. Ik zit dan nog met, dat ik tegen mijn broer zag. Godverdomme, kijk eens wat er staat. Die redden niet. Dat was een meidje wat die mooie liedjes zong op het Woodstock Festival in Amerika in 1969. Hetzelfde jaar is trouwens ook het festival geweest in Gulpen. En daar werd altijd net verwacht dat dat eerste Pink was. Nee, dat was het Pink Nick, afgeleid van de picknick van de WPRO. Het is wel zo dat de twee jongens die dat toen organiseerden, Ben Wennekes en Hans van Beers, helaas allebei overleden, dat die daar begonnen worden. En die hebben toen de wiegen slijpt, toen uiteindelijk weer bijeen zaten in een etablissement hier in Berlijn. En weer tegen elkaar zachten van potverdomme. Het geeft niet door dat Melanie, want die is ziek, wat gaan we nu wel doen? Ja, en de rest wie zijn belt zeggen, van mensen wat ook in elkaar zaten, dachten we gewoon een popfestival organiseren. Nou, we hebben eerst een paar vergaderingen ruzie gemaakt om de naam. Dat wordt Geleenpop en Maanpop en Limpop en ik weet nog wat we allemaal bedachten. En uiteindelijk is het gelukkig alleen maar blijven hangen bij Pinkpop. En waarom? Ik had een jaar van tevoren in de Bergmans in beschreven, of eigenlijk hetzelfde jaar, had ik Paaspop gedaan en ik vond het heel leuk, vanzelfsprekend dat het in Geleen tot Pinkpop ging. Heel zorgen. Gediplomeerd aan gecertificeerd reptieldeskundige. En ja, ik ben door Peter benaderd om dus gaat te vertellen over de reptielen. En dat ga ik dus doen. Nou, allereerst gewoon wat hebben over de reptielen, amfibieën en geleedpoten goed in het algemeen. Dus de verschillen ertussen en zo. Dan kwamen de reptielen in Nederland. Want ja, we kennen in Nederland ook gewoon reptielen. De icoontjes van Reptile Education Program Maastricht, dus de beesten wat ik vandaag bij me heb. En dan gaat het over Reptile Education Program Maastricht zelf, zeg maar. Dus wat